Yes. Bij de dood denk ik aan iets wat bij het leven, iets wat bij het leven hoort. Bij dood denk ik aan familie. Van, dan komt iedereen bij elkaar. Gezelligheid. Gezelligheid? Iedereen komt bij elkaar toch? Bij de dood. Dat hoop ik. Als ik nu kom te overlijden, dat mensen bij elkaar komen. Het is niet hetzelfde als ik denk aan kerst. Denk ik aan mensen bij elkaar, gezellig. Denken jullie ook aan verdriet? Niet eens, dat er altijd. Treuren om de dood is vind ik een waste. Ik denk dat verdriet altijd is, maar wij kunnen gewoon lachen om de dood omdat we veel praten over de dood. In Suriname hebben we een uitdrukking toch? Pididididi, lafoudé. Mm-hmm. Waar er dood is, is er ook humor. Opa is overleden. Oh, ja, ja, ja. Mijn vader. Ja. Die wilde niks van verdriet of zo. Die had ook een feestje. Dat heb ik voor het eerst meegemaakt. Wat was ik toen? Jij was 7 of zo. 7, 8. Dat heb ik voor het eerst meegemaakt. Toen vroeg ik je nog van, hé, maar hoezo eten we bruine bonen en lachen we? Want opa is net. Ik had nog nooit, één keer nog nooit de dood meegemaakt. En op tv kreeg je altijd de dood. Terwijl al die vrienden van opa, ja, René, dit. Dus ja, dan. Je dacht hiervoor. Het is nieuw voor mij. Hiervoor dacht je dat het zo hoorde. Je moet huilen, het is stil. En... Dat was mijn eerste keer dat ik het zo had meegemaakt. Je weet toch, toen opa doodging, dat huis was met een uur helemaal vol. Niemand, in Nederland hoorde je vaak, je wordt uitgenodigd voor de begrafenis. Suriname wordt niemand uitgenodigd. Je weet ervan, je komt gelijk daar naartoe. Op de begrafenis, die band, dat zingen, alles. Het is een soort festival, meerdaagse festival. Achter. Stel je zoiets, als je hoe je het zo beschrijft. Festival, meerdaagse. Ja, hoe je het zo beschrijft. Ik denk dat ook wel helpt. Maar dat helpt bij het verwerken. Ja. Wij Surinamers zeggen toch altijd, je moet gaan zoals je hebt geleefd. Ja. Dus als je vrolijk en dan moet er een muziek bij. En die dragamangs, die moeten komen, moet er altijd goed uitzien. Hè, dus dan moet alsnog een kapper komen. Om het even snel lijnen. Ben jij ook lijnen? Ja. Jij hebt dit niet meer. Nee. Zal wat zijn, hè? Dan gewoon ineens in je kist. Een pruik. Ga je begraven met een pruik? Ja. Zo was Roué altijd. Zo wilde hij altijd zijn. Hoe mooi je ook ligt in die kist. Je ligt dood. Op de een of andere manier zie je die persoon toch weer in die kist liggen. Dat is het laatste wat je hebt gezien. Klopt. Jij bent een levendige jongen. Ja. Ik ook. En nu lig je echt alleen stil. Dat is waar, Dus mijn kist moet dicht. Met daarboven een hele mooie foto. Ik heb er een paar al in mijn telefoon. Vrolijk dat je denkt, dit is hem. Hoe verdrietig ze ook waren bij het afscheid, toen die kist dichtging. Zo levendig zijn ze nu als ze achter de kist dansen. Klopt. Omdat daar het besef komt van, hey, we gaan hem verliezen, we zijn hem kwijt. Ik wil gecremeerd worden, maar de dienst... Moet iedereen komen en ze moeten allemaal gekleurd aan. Het liefst wil ik dat niemand helpt. Niemand. Kan je niet bepalen, maar... Ik ben blij dat ik bij die cultuur hoor die op die manier ermee omgaat. Maar over de dood grappen maken helpt ook het accepteren. Helpt ook dat het er is. Helpt er ook dat het... Wij hebben het verwerken. Ik weet als Surinamer dus uit ervaring dat het helpt het verwerkingsproces... Veel meer als gewoon veel mensen bij je komen en niet alleen over de dood praten, maar over die mooie momenten. Ik denk dat het allemaal voor de familie... Is een vorm van... Verwerking en support. In plaats van later met je doet het samen. Je doet het samen. Dat is wel heel mooi om te zien. Zo wil ik het. Ik wil het niet anders. Nee, ik ook niet. Want de dood is er eenmaal. Ja, toch? Laat het nog lang duren, maar... Ja, nogmaals, ik wil nog lang niet dood. Maar als het er is, kan je er niks aan doen. That's life. Ja, toch?